Het is vandaag woensdag 14 december. En ik heb net eventjes een stukje verloofd opgenomen voor de vlog van gisteren. Want dat was ik gisteren dus vergeten. Ik heb eventjes mijn haar gedaan, gesteld. En ik ga zo meteen even naar de zonnebank. Ik ben natuurlijk maandag ook geweest. Alleen, ja, het heeft toen niet mega veel gedaan. Het heeft toen een klein ondertoontje gegeven. Maar ik wil eventjes iets bruiner zijn. Dus ik ga zo even naar de zonnebank. Dan komen er drie pakketjes binnen. Want die van gisteren die komt vandaag binnen. Want die oorbel is niet binnengekomen. Het cadeautje van mijn vader en moeder voor de kerst komt binnen. En ik moet vanmiddag eventjes naar het huis van mijn vader. Ik heb een hele notitie gemaakt met wat ik moet doen. Logisch, kan ik niet afvinken. En moet ik vanmiddag eventjes naar het huis van mijn vader om pakketjes in te pakken voor Fioren. Maar dat ga ik doen wanneer de cadeautjes voor mijn vader en mijn moeder binnen zijn. Zodat ik daar wel gewoon voor thuis ben om dat aan te nemen. En ik ga zo meteen eventjes op Look Fantastic kijken om weer nieuwe dingetjes te bestellen. Want ik heb weer een nieuwe samenwerking met hun. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Ik ben helemaal geobsedeerd de laatste tijd door haarproducten. Dus ik denk dat ik weer even wat verschillende shampoos ga bestellen. Make-up misschien even wel zin in. Ik ga gewoon eventjes kijken. Nou, zoals je kan zien ben ik naar de zonnebank geweest. Beetje verbrand. Geen dag geleefd als er geen Joe and the Juice is besteld. Ze missen ons al. Ja, moeten ze wel een beetje blijven supporten in deze crisis. Ja, nu is hij een beetje paarsig, een beetje berry. Nou, de vorige keer was hij wel heel lekker. Ik heb een iced latte. En ik heb een avocado zonder avocado. Avocado met avocado. Ja, maar ze hebben die niet. Ze maakt wel gewoon een broodje caprese. Die ze er ook hebben. Maar dat hebben ze dan maar niet. Oeh, hij is ijskoud. Het is min 40 graden buiten. Mijn neus is gewoon vuur rood. Op de camera zie je dat niet heel goed. Maar ik kom net van buiten. Het is zo koud. Ik ging op de scooter naar mijn vader toe om een pakketje in te pakken. Toen was het inkt op, dus toen ben ik naar de HEMA gegaan om nieuw inkt te halen. Wat ik inpakken, waren er verzendzakken op. Echt helemaal ruk. Maar ik wist dat ik hier nog wat zakken had liggen. Dus ik heb nu alles meegenomen. Kijk. Hier zitten allemaal dingen in. Alle verzendlabels heb ik erbij. Alle inpakbonnen. Dus ik hoop dat ik hier nog genoeg zakken heb liggen. Dus dat ga ik zo meteen eventjes hier inpakken. Alleen ik red het niet meer om het dan nog naar het postkantoor te brengen. Want die is dicht. Over een half uur. Dus dat ga ik niet meer redden. Dus ga ik het zo meteen inpakken. En dan verstuur ik het morgenochtend. En ik moet eventjes kijken wat ik ga avondeten. Ik heb wel zin in pasta eigenlijk. Zo gezin om de deur uit te gaan. Ik had dat eigenlijk net gewoon moeten doen. Super dom. Dus ik denk dat ik eventjes bij Flink wat dingen ga bestellen om pasta te maken. Oh, wat heb ik het koud zeg. Ik ga dus een pasta maken. Die ik dus bij Sarah had gezien in haar vlog. Sarah Verwoerd. Die maakt altijd echt super veel van die lekkere recepten en dingen en zo. Dit zag ik dus bij haar. Het is dus pasta. En dan als saus doe je zeg maar olie, peterselie, knoflook en uitje ga ik erbij doen. En parmezaanse kaas. Volgens mij is dit parmezaanse kaas, ja. Maar ik dacht ik wil er wel nog eventjes iets bij. Dus ik heb er doorheen nog spekjes erbij gehaald. Dus ik ga nu eventjes lekker pastaatje kopen. En dan ga ik dat zo meteen lekker maken. Oh, echt zin in. Zij zei namelijk dat het echt heel lekker was, dus ik vertrouw erop dat het lekker wordt. En dat het lekker is. Oké, volgens mij is het best goed gelukt. Het ruikt goed in ieder geval. Dus ik ga dit nu heerlijk opeten. Ik zal ook wel eventjes zo even een taste testje doen. Dat ga ik zo meteen doen als ik mijn bord heb gevuld. Taste testje van deze pasta. Sarah zei dus dat het echt heel erg lekker was. Dus ik ben heel erg benieuwd. Oh, die is wel lekker. Maar ik moet wel zeggen, ik ben blij dat ik die spekjes er nog bij heb gedaan. Heb je nog iets extra's om op te kouwen, zeg maar. Heel lekker. Maar ik had er op zich wel iets meer peterselie, denk ik, in mogen doen. Het is vandaag donderdag. En het is 15 december. En ik ga de vlog van gisteren en vandaag eventjes bij elkaar plakken. Omdat ik gisteren gewoon niet heel erg veel heb gefilmd. En vandaag weet ik ook al
dat ik niet heel erg veel ga filmen. Omdat ik ga gewoon wat dingetjes doen die ik gewoon niet ga filmen. Maar ik ben eventjes mijn make-up aan het doen. Mijn concealer is een beetje... Nou, dat kan op zich wel. Mijn neus, het puntje van mijn neus is een klein beetje verbrand. En mijn oogleden gisteren ook onder zonnebank. Maar goed. Gisteren had ik een nieuwe mascara gekocht. Deze. Hallo? Ja, deze. Want ik hoor daar echt super veel goede verhalen over. Dus ik dacht... Ik ga hem eventjes op camera met jullie voor het eerst gebruiken. Ik hoop dat hij goed is. Hij maakt je wimpers echt mega lang en mooi, vind ik. Hiervoor gebruikte ik altijd deze van Charlotte Tilbury. Die heb ik echt al 3 keer opnieuw gekocht. Maar die mascara is gewoon 30 euro. En ik vind hem wel fijn. Alleen aan het eind van de dag heb ik gewoon heel erg dat ik een soort zwarte kringen onder mijn ogen heb. Terwijl ik niet eens in mijn ogen wrijf of zo. Dus ik dacht, nou, ik ga deze proberen. Volgens mij was deze 14 euro of zo. Ik vind het echt een... Hele mooie mascara. Ik weet niet of je het op de camera goed ziet. Heel chill. Ja, dat. Ik ga eventjes mijn haar op en zo doen. Ik heb nu even een outfit aan, maar dat hou ik niet aan. Want het is natuurlijk veel te koud voor buiten. En ik heb echt zoveel... Dat is flink. Ik had boodschappen besteld. Dus eventjes boodschappen besteld. Want ik had zoveel trek. En het is buiten zo glad. Dat ik dacht... Nee, ik ga niet op de scooter. En nog iets. Onze gootsteen is dus verstopt. Echt heel irritant, want daar heb ik ook niet afgewassen gisteravond. Maar ik heb dus iets gekocht waarmee dit verholpen moest worden. Ook wel flink. Dus ik ga eventjes de boodschappen erbij pakken. Ik heb eventjes wit brood met eiersalade besteld. En daar had ik zo heel veel zin in. En dan is dit die ontstopper. Ik moet eventjes zo meteen kijken hoe dit precies werkt. Het zou binnen 5 minuten verholpen moeten zijn. Ik ben heel benieuwd. En ik heb eventjes Iced Tea Peach gehaald. Dus op. En weer eventjes blikjes Cola Zero. En voor dag maar 2 blikjes. Want dat drinkt zij altijd. Oké, ik ga eventjes... Oké, ik ga even lekker een broodje maken. En nou, zeg maar. Wacht, ik ga wel gelijk even kijken hoe dit werkt. Ja, volgens mij moet ik het dus gewoon erbij gooien. Ik heb even met een emmer een beetje water eruit gehaald. Dan ga ik het er maar gewoon in doen. Ik heb geen idee. Dan moet het 5 minuten. Oké, nou, het zou 5 minuten moeten trekken en dan doet hij het weer. Laten we het hopen. Ik had trouwens gisteren nog een pakketje binnengekregen met deze oorbel van bij Nook. Ik had dus bij Linda steeds gezien dat zij zo'n oorbelletje hadden, maar dan met steentjes. Vond ik echt heel erg leuk. Toen zag ik deze. Toen dacht ik, oh, dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Dus die heb ik er besteld, die is binnengekomen. Ik ga eventjes wat te eten maken. Dan ga ik daarna even mijn haar doen. En dat ziet. Ik heb me even aangekleed. Want ik ga even naar de stad. Ik heb deze trui aan van Worst Behavior. Met dit leren van Zara. Mijn broek is van Lovies. En dan doe ik mijn groene Uxer erbij aan. En mijn zwarte Yves Saint Laurent tas. Het is vandaag vrijdag. Ik heb gisteren echt niets meer gefilmd. Maar ik ben naar de stad geweest. En daarna ben ik uit eten geweest bij Tatsoen Leidschendam. Het waren gewoon even dingetjes die ik niet kon en niet wilde filmen. Ik wilde gewoon even lekker chill. Dus ik hoop dat jullie dat ook snappen. Vandaar ook dat ik de vlog van donderdag en woensdag samen één heb gedaan. Omdat ik donderdag eigenlijk al wist dat ik niet heel erg veel ging filmen. Dus ik hoop dat jullie dat niet heel erg vinden. Ik heb echt een hele leuke dag gisteren gehad. Niks gekocht. Heel goed van mezelf. Dus ja. Oh, en trouwens. Ik had dus een outfit besteld. Ik praat nog een beetje zo van dag maar slaap nog. Maar ik had een outfit besteld op een website voor... Kerst met die meiden, een blazer en een rokje. En het was wel best wel duur, maar ik dacht, weet je, voor een keertje vind ik dat wel leuk. En ik had ook nog met oud en nieuw aan of andere combinaties mee maken. Dus die blazer was 120 en dat rokje was 70. Het kwam er nog eens 30 euro verzend kosten bij, omdat ik het voor de kerst wilde hebben. Dus dan zit je al op
220 euro. Toen net kreeg ik een mailtje dat ik nog douanekosten van 80 euro moest betalen. Dus ik ben nu aan een blazer en een rokje gewoon 300 euro kwijt. Ik hoop dat het past en dat het goed zit. Want anders ga ik echt heel, heel hard huilen. Oh, maar het komt denk ik aankomende week binnen. Althans, dat hoop ik. Ik ga vandaag weer een nieuwe vlog beginnen. Dus ik ga bij deze vlog afsluiten. Ik denk dat hij niet heel erg lang is geworden. Maar ik hoop dat jullie er toch nog wat van vonden. Toch nog een beetje een soort van leuk vonden. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze vlog. En dan zie ik jullie in de volgende video weer.